Ja, en van het ene moois donderen we zo weer verder in het andere moois. En hier aan tafel is aangeschoven Danny van Zuylen. Directeur, theaterdirecteur van theater in Culemborg en Diemen. Twee weken geleden volgens mij is die erbij gekomen. Dus daar kunnen we je meteen mee feliciteren. Dankjewel. Toch wel positief nieuws in deze donkere coronadagen. Waarom ben je hier? Splinter, ik ben hier om aandacht te vragen eigenlijk voor twee zaken. Ik ga eerst beginnen over de theatersector. Ik heb twee theaters, klinkt gek, maar ik werk bij twee theaters. Ik heb twee theaters. Ja. En daar werken zo ongelooflijk veel mensen achter de schermen. Oeuvreuses, kassadames, technici. En het zijn allemaal vrijwilligers. Niet allemaal, maar bij mij heel veel. En ik hoor daar zo weinig over momenteel. Tuurlijk perfect dat iedereen aandacht vraagt voor de sector en het professionele veld. Maar in de culturele sector werken ook, wordt ondersteund door zoveel vrijwilligers. En we zijn zo'n rijk land. En ik vind dat dat echt meer mag doorklinken. Ja. En de sector bestaat niet zonder die vrijwilligers. Dus je hebt eigenlijk die hele groep vrijwilligers, die eigenlijk veel te weinig worden gewaardeerd, alleen door een klein groepje worden gewaardeerd misschien, omdat die ons niet heel erg zichtbaar zijn voor veel mensen, die wil je eigenlijk een stem geven door hier aan te schuiven. Ja, zeker ja. Ja. En wat is dan ook wat je tegen de camera zeg maar, of tegen de kijkers, tegen de politiek zegt, is dat van, hier moet je het ook voor doen, deze mensen moet je ook ondersteunen? Ja, ja, heel veel theaters, groot en klein, zijn los van het theater een huis van de stad. Een plaats waar mensen samenkomen, emoties beleven. En daar werken mensen uit die stad. Dus als die theaters verdwijnen, ontstaat ook zo'n plek. Zo'n samenkomstplek. Maar is dat, want je bent directeur van twee theaters. Dat betekent dat je, neem ik aan, ook veel met andere theaters contact hebt. Mm-hmm. En twee andere theaterdirecteuren. Zie jij echt een grote kans ontstaan dat er zoveel huizen van steden zeg maar, gaan verdwijnen? Dat heel veel theaters om gaan vallen? Ja, ik denk het wel, ja. Dat er veel op en wordt gesneden in aanbod vanuit de politiek. En er zal er minder ruimte zijn voor stadsgedragen aanbod. Ja, maar op een bepaalde manier worden mensen dan dus figuurlijk dakloos. Ja. Toch? Ja, dat is, dan dat is toch jammer, ja. 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 En laten we even ook naar op jouw theater inzoomen. Want ik neem aan dat ik zal je oproep alleen maar ondersteunen uiteraard. Ik neem aan dat iedereen die Cultuur in Actie ondersteunt, dat ze ondersteunen. En je hebt het over dat je producent bent van immersief theater. Immersief theater, ja. Ja, klinkt heel interessant. Ja, dat is mijn andere lans die ik ga breken. Oké, vertel. Immersief theater is onderdompelend theater. Ja. Dus je moet je voorstellen, je komt in een grote ruimte binnen. Er zijn geen stoelen en je loopt door de ervaring heen. En je spraakt met live acteurs, je mag alles aanraken. Je mag het oppakken, je mag met mensen praten. En die wereld, dat is onze voorstelling. Ah, dus het is helemaal niet dat je zeg maar zoals ouderwets dan even, als ik het zo mag zeggen, in een stoel gaat zitten en kijkt naar wat er gebeurt. Maar je bent zelf in de voorstelling, in onderdeel van het geheel. Precies, onderdeel van het verhaal. En we maken gebruik van VR, van AR, van digitaliseerde archieven, van foto's. Nou, je mag het decor aanraken en je staat echt één op één met acteurs die terugpraten. Ja. En met elkaar bepaal je het verhaal ook. Dus ben je dus zelf ook een beetje een acteur? Of juist, in ieder geval, je geeft vorm aan het verhaal. Ja. Maar is dat nu met de coronatijd, want het mogen natuurlijk langzaamaan weer een beetje open, hè? De kleine groepjes, noem maar op. Ook voor de musea, et cetera. Is het voor dit soort theater dan mogelijk om ook nog wat te doen? Ja, ja, ik zie echt een mogelijkheid voor dit genre binnen. Het is ook een nieuw genre. Ja. Je mag vrij door een locatie heen lopen. Dus hoe groter we de locatie maken, hoe meer ruimte er voor mensen is. Ja. Dus ik zie echt mogelijkheden. Ik bedoel dat je deze loods waar bijvoorbeeld in zitten, daar kan je zo in beeld dat hier het een en ander kan gebeuren. Ja. Ja, en ben je daar dan ook mee bezig nu? Of is het dromen over, maar is het doen nog even ingewikkeld? Nee, wij maken twee producties zijn mee bezig. Maar ik zoek wel een speelplek, een hal of een. En ik zoek verbinding met theaters. En daar merk je vanuit producentschap dat daar nog angst is. Ja. Wat gaan we doen? Waar gaat de sector heen? En daardoor kunnen afspraken niet 100% gemaakt worden. Ja. Ja, dus daar. Het is een beetje drijfstand waar je in zit. Ja, dus eigenlijk probeer je ook het. Ik vind het een moeilijk woord, jongens. Immersief theater. Immersive theater. Immersive, ja, mijn Engels is nou ook weer niet grandioos. Ja, dat is mooier. Ja. Maar moet je zeggen, onderdompelend. Ja, immersive is mooi. Ja, nou, in ieder geval in bad onderdompelen is nooit verkeerd. Dus, maar dat idee is het dus wel. Dus je gaat er echt in en je beleeft dat, zeg maar. En ik neem aan dat je dus. Dat hele verhaal, dus dit verhaal, die twee verhalen, die vertel je hier. Maar ben je daar ook op andere manieren mee bezig? Dus voor de vrijwilligers en voor het immersief theater? Of is het
of krijg je moeilijk... je zegt van je bent huis van de stad. Kan je dan bij de gemeente ook aankloppen? Of hoe probeer je aan die oproep vorm te geven? Je bedoelt financieel? Nou, financieel of en ook waar dat er politieke acties uit voortvloeien natuurlijk. Nou ja, kijk, binnen de stad Culemborg of Diemen... Ik vind dat je heel erg moet kijken wat is er binnen je stad nodig. Je kan wel naar het Rijk kijken of naar grote cultuurfondsen. Maar je moet ook je stad mobiliseren en de wethouders daar en je publiek. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Nou, wij hebben bijvoorbeeld alle mensen persoonlijk gebeld. Toen de kaartjes met de vraag van wilt u geld terug, een voucher. We hebben mensen gebeld, 900 mensen. Gewoon met 9 vrijwilligers, ieder 100 man gebeld. Dat was heel veel werk, maar het levert zoveel op. En het zorgt voor een draagbaarheid binnen de stad. En je krijgt zoveel leuke reacties. Ja. En ik hoor ook zalen die dan een e-mail sturen. En ik wat een gemiste maar kans. Even, dat zijn natuurlijk dingen die... Ik vind het prachtig wat je zegt. Maar dat zijn dingen die je naar je publiek eigenlijk doet. Naar de gasten die je zou ontvangen. Maar ik bedoel eigenlijk ook voor een deel de andere kant op. En dat kan je natuurlijk zeggen. We bellen de wethouder in de stad of in de gemeente op. Maar hier komt bijvoorbeeld de minister Ingrid van Engelshoven zitten. Wat zou jij dan tegen haar willen zeggen of aan haar willen vragen? Stel je hier zou zitten tegenover haar. Wat komt er uit je mond? Dan zou ik echt aan haar willen vragen hoe zij het vak voor zich ziet voor producenten. Ja. Voor speelplekken. Hoe de toekomst voor nieuwe generaties, los van de huidige cultuurbestel, hoe we dat vrij kunnen maken. Ja. Hoe die een plek blijven krijgen voor nieuwe vormen. Ik maak ook een nieuwe vorm. Maar er zijn genoeg makers die met nieuwe vormen experimenteren, die al moeilijk een voet aan de grond krijgen. En dat wordt alleen maar moeilijker de komende jaren. Ja. Ik denk, we kunnen het tenminste niet heel veel makkelijker maken. Ze heeft dus zelf als spindokters van haar meekijken of voorlichters. Dit is dus een van de vragen die ze sowieso zal krijgen als ze hier morgen durft aan te schuiven. En ik neem aan dat ze geen bangerik is. Heel veel dank, Danny. Ik neem aan, jij gaat natuurlijk ook die... Gelukkig, ik hoop dat ik niemand tegen ga komen vandaag die zegt... nee, ik ga niet de handtekening zetten, dan heb ik een probleem. Maar namens hoeveel mensen ga je een handtekening zetten? Totaal in Theater De Omval in Diemen en de Frans Schoon Culemborg... totaal 150 vrijwilligers. Kijk, 150. Allemaal vrijwilligers. Ja. Het zijn dus extra mooie handtekeningen op die manier. We gaan 150 mensen erbij zetten. En het aantal stijgt, u kunt het zien, naar 356.000 mensen die digitaal aan het protesteren zijn. Je mag hem zeker zetten. Heel erg veel dank, Danny van Zuilen.